Op de heide bij Laren zagen duizenden de opkomst van de Scharensliep, die zijn bijdrage kwam leveren in de voorbereiding van het Schapenscheerdersfeest dat georganiseerd was door de stichting Het Goois Natuurreservaat. De 150 schapen van de Gooise kudde droegen een dikke vacht en de scheerders hadden dan ook handen vol werk. De voorstelling verliep met weinig geschreeuw, dus was er veel wol. De toeschouwers kregen de gelegenheid om te zien dat het met de tondeuzen heel wat sneller gaat. De huismoeders dachten eraan breien. De schapen dachten helemaal niet. Die vonden het alleen maar fris. Toen de herder zijn schaapjes kon laten gaan, was er geen houden meer aan. In het voorbijgaan mochten de dieren nog een laatste blik werpen op hun geschoren vachten. Die werden aangekocht door een Nederlandse wolfabrikant.